De 25 grootste gemeenten moeten in 2014 1,2 miljard bezuinigd hebben. Deze bezuinigingen zijn uniek, want de omvang is groter, budgetten krimpen, er komen meer taken en de komende 5 tot 8 jaar zal continu bezuinigd worden. Hoe kan je dat nu het beste aanpakken? De drie meest gebruikte methoden van bezuinigen zijn door personeelsreductie, door taakreductie, en door continu verbeteren, een cultuurverandering. Resultaten worden snel gehaald door de klant centraal te zetten, door grotere betrokkenheid vanuit de organisatie, meer verantwoordelijkheid bij medewerkers en procesoptimalisatie. Onderzoek toont aan, continu verbeteren is de meest effectieve methode op de korte en lange termijn, maar ook de meest intense. Hoe doen gemeenten het? Een kleine minderheid van de gemeenten kiest voor continu verbeteren. Studies beschrijven kritieke succesfactoren voor bezuinigen. Gemeenten kiezen voor andere succesfactoren. Opvallende punten zijn: de rol van medewerkers wordt binnen gemeenten onderschat. Gemeenten zijn meer gericht op leiderschap en visie. Verantwoording afleggen en transparant zijn is belangrijk binnen gemeenten. Hoe kun je de bezuinigingen beter aanpakken? Succesvol bezuinigen kan het beste door afbreken van de oude werkwijze en tegelijkertijd bouwen aan de nieuwe. Bovenin en onderin de organisatie moet draagvlak aanwezig zijn en de verandering doorleefd worden. En ontwikkeling en vertrouwen in mensen is de enige manier om te veranderen.